President Chandrika Prasad Santokhi heeft vandaag aan het begin van de eerste regeringspersconferentie zijn medeleven uitgesproken vanwege het tragisch geval waarbij de 24-jarige dochter van journalist Naomi Hoover bij een woningbrand is omgekomen. Het staatshoofd stelt dat de staat acties zal ondernemen om te helpen het leed van de mediawerker te helpen verzachten. Journalistieke medewerker, mevrouw Naomi Hoover. Zeer tragisch, zeer pijnlijk. En dat wij vanuit deze plaats als regering veel sterkte toewensen aan haar, de familie. En de regering wil samen ook met u, mediawerkers, en met haar ook nagaan wat we allemaal gezamenlijk zouden kunnen doen om leed te verzachten. Veel sterkte vanuit deze plaats. Ook collega's zijn inmiddels een inzamelingsactie begonnen om de journalisten tegemoet te komen. Vanuit de samenleving is er ook ingespeeld op de kwestie die zaterdagavond voor een schok binnen de samenleving, maar in het bijzonder de mediawereld, zorgde.